Ship Dynamic, Added Mass. Stel dat we een schip hebben met een deplacement van 12.200 ton, een breedte van 24 meter en een diepgang draft van 7 meter. Dan willen we weten wat de Added Mass is. Nou, misschien moeten we eerst even kijken wat de Added Mass eigenlijk is. Als ik hier een doorsnede heb van een schip, waterlijn, breedte van het schip. Ik heb hier de diepgang van het schip, de draft. Dan is eigenlijk die added mass is compenseert eigenlijk voor, ze noemen dat het inertial resistance, hè, dus de soort traagheidsweerstand van de hoeveelheid water die hieronder in beweging wordt gezet. Hè. Dus hieronder zit de hoeveelheid water. Die wordt door de heave-beweging van het schip in beweging gezet en die moet weg. En die gaat bewegen als het schip naar beneden gaat. Maar moet ook weer terugvloeien als het schip omhoog gaat. Nou, het wordt ook wel genoemd hydrodynamic mass. Ja, er zit heel duidelijk een dynamisch effect in. En vandaar ook de link met de differentiaalvergelijking. Je zou kunnen zeggen dat als de breedte van het schip groter wordt, heb je dus meer interactie met de hoeveelheid water dan eronder. Sorry. En dan heb je eigenlijk een grotere added mass dan bij een vergelijkbaar schip met een kleinere breedte. Nou, hoe breek je die added mass nou? MA is de massa van het schip keer de breedte gedeeld door 2 keer de diepgang. Nou, hoe ziet het? We gaan eerst even het sommetje breken, dan nog even verder. MA is in ons geval dus 12.200 keer 24 gedeeld door in dit geval 14. En dan krijgen we iets van 20.914 ton. Het is aardig om even te kijken naar het volgende grafiekje. Het ziet er als volgt uit. Hier horizontaal heb je de beam to draft ratio. Dat is eigenlijk B gedeeld door D. Dat noemen we de beam to draft ratio. Niks anders dan de verhouding tussen de breedte van het schip en de diepgang. En hier heb je eigenlijk de added mass ten opzichte van de massa van het schip. Stel nou dat we een verhouding hebben van een beam to draft ratio van 2. Stel, dan is de added mass is eigenlijk m keer een half keer b gedeeld door d. He, ik heb hem hier even gesplitst. Hier heb je de 1, dus die haal ik even naar links. Die b tot d weten, want dat is zeg maar 2. Dus dan krijgen we is m keer een half keer 2 is 1. Dus ik heb hier een verhouding van 1. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk als je bijvoorbeeld 4 neemt. En dan wordt dit natuurlijk 2. Dus je krijgt eigenlijk een soort grafiekje. Meetpuntje. Het loopt ongeveer zo. Zie je? En in deze grafiek zou je dus de added mass kunnen aflezen. Als je weet wat de beam to draft ratio is. Let op. Dit is de beam to draft ratio. En het is niet helemaal hetzelfde wat hier staat. Want hier staat B gedeeld door 2D. Hè? Dus voor het berekenen moet je daar wel even op letten. Alleen die beam to draft ratio is natuurlijk een mooi gegeven. Want hier zeg je van oké. Okay, B gedeeld door D is 24. Gedeeld door 7 is 3. 3,7 of nog wat. En dan kun je zeg maar hier in die tabel. Kun je dan opzoeken. Nou dan zit ik hier. En dan kun je daar de verhouding tussen de added mass factor kun je opzoeken. Dat was hem eigenlijk.